De tweede vraag die wij stelden aan de partijen was: welk is uw standpunt tegenover vrije radio? Dat wil zeggen, tegenover de niet-officiële radio. De eerste in de rij is weer Roger Wekemans van de CVP. Te bieden en naar ik hoop in de toekomst zeker zal blijven doen. Verheugend hierbij is het aspect van informatie aan de plaatselijke bevolking over het plaatselijke gebeuren. We zouden de verantwoordelijken van de plaatselijke vrije radio in naam van al onze luisteraars oprecht willen feliciteren en ook zeggen: doe zo verder. De voorziene nieuwe aangepaste lokalen welke de plaatselijke vrije radio zal betrekken, zal ongetwijfeld het aantal mogelijke luisteraars fel opvoeren dankzij de meer centrale ligging van deze lokalen. U hoorde zo net Roger Wekemans van de CVP. De visie van de Volksunie over vrije radio's krijgt u van Luc van Gastel. Zoals ik zojuist zegde, is de Volksunie een open partij. Het is dan ook duidelijk dat zij het zich verplicht is ieder initiatief te steunen dat uit de bevolking zelf is gegroeid. Dat er behoefte aan vrije zenders bestaat, wordt wel duidelijk geïllustreerd door het veelvuldig ontstaan van vrije radio's. Wel willen wij dat zij lokaal, ongebonden en reclamevrij dienen uit te zenden. Op deze manier kunnen wij ons alleen maar om hun bestaan verheugen. Immers, de vrije radio is wel het meest geschikte medium om de typisch lokale berichtgeving te verzorgen. Zij maakt het de burgers dan ook veel gemakkelijker zich te informeren over de bestaande plaatselijke activiteiten, zoals het wel en wee van een sportactiviteit, van de lokale sportclubs, hoe het gesteld is met het verenigingsleven, wanneer een diaavond, een voordracht, een toneelstuk doorgaat en noem maar op. Dit alles omweven met jeugdige en dynamische muziek. Wat verlangt je nog meer? Wij zeggen dan ook: lang leven Radio Carina. Net voor het muziekfragmentje hoorde u Luc van Gastel van de VU. Ook aan Herman Jacobs van de SP vroegen we naar het standpunt tegenover vrije radio. Herman Jacobs. Voor eerst is daar een nationaal standpunt van onze partij. En dit legt een aantal beperkingen op aan de vrije radio. Ik denk hierbij vooral aan de beperking van het zendvermogen. Maar wat de specifieke lokale zenders betreft, wel, die hebben naar onze mening een zeer behoorlijke taak nog te vervullen. Wij zien deze opdracht vooral als verspreider van het lokale nieuws. Een ander aspect is het recreatieve aspect. En ook het medium radio kan aan een specifieke culturele vorming doen. En ik dacht dat dit nog zeker kan uitgediept worden. PVV. Welk is hun standpunt tegenover vrije radio? Vital Wijkmans. Op nationaal vlak heeft de PVV steeds haar volledige steun gegeven aan de vrije radiozenders. Er is zelfs vlug een decreet gekomen. Twee punten uit dat decreet zijn: zo weinig mogelijk beperking opleggen aan de vrije radiozenders. In dat decreet staat ook niets vermeld aangaande reclameuitzendingen. De plaatselijke PVV-afdeling wil alle vrije radio's laten legaliseren. Voor Radio Carina hebben we reeds tussenkomst gedaan tot het bekomen van zendvergunning van in het voorjaar. Nochtans moest er eerst aan de reglementen voldaan worden. Het is nu VZ2 Radio Carina geworden met uitzendingen vanuit een vrij lokaal, wat onze enige betrachting was. Op onze medewerking mag Radio Carina blijven rekenen en wensen deze zender een grote toekomst en nog veel luistergenot aan hun sympathisanten. Wat Guido Lamar er allemaal over denkt, hoort u nu. Het is inderdaad zo dat vanuit AGALEF Nationaal er geen duidelijk afgesproken standpunt is. Toch zover dat ik weet niet. Het is dus wel zo dat in het kader van ons denken en van wat AGALEF zoal wil, ik moeilijk kan aannemen dat er bezwaren zouden zijn tegen het gewone, dus echt lokale, vrije radio. Dat denk ik dus niet. Het is dus wel zo dat AGALEF zich zeker zou afzetten
tegen vrije radio's, die dat zich dus commercieel zodanig ontpoppen, zodanig sterk en machtig proberen te worden, dat ze eigenlijk het bestaande systeem, dus BRT, gaan evenaren of zelfs proberen te beconcurreren. En dat denk ik dus niet dat AGLF daar zou kunnen achterstaan. Wij zien dus lokale radio echt als lokaal. Dus dat dat ook ten dienste komt van de mensen van de gemeenschap, dus die dat er zo waar rondleeft. En zolang dat aan die zaken niet overdreven wordt, denk ik dat AGLF zeker geen bezwaren kan hebben tegen vrije radio's. Voor het muzikaal intermezzo, wat is dat mooi gezegd, sprak Guido Lamaar. Laatst in de rij, Maurice Schuiten. Als boek spreek ik hier wel ten persoonlijke titel wat de vrije radio's betreft. Wij menen dat de BRT, nochtans met de vele middelen die ze heeft, niet aan de gewettigde verwachtingen voldoet. Daar er praktisch niemand mee tevreden is, en het Vlaams Blok kan erover meespreken wat aangaat de tendentieuze berichtgeving en de achteruitstelling van kleine, doch belangrijke minderheden, zo zijn de vrije radio's als vanzelf ontstaan. Wij danken dan ook Radio Carina, omdat ze ons als kleine partij aan het woord laat. De grote luisterdichtheid van Radio Carina brengt volgens ons voor haar de verplichting mee niet alleen te zorgen voor loutere ontspanning, maar een bron te zijn van volksontwikkeling, met de nadruk op onze eigen producties. In die visie wenst het Vlaams Blok Radio Carina veel succes toe.